Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. S'avonds en 's ochtends kunnen er in bepaalde gebieden lichte buien voorkomen en tegen het einde van de nacht kan plaatselijk nevel of mist ontstaan. Morgen gedurende de dag zal het noordelijke deel van het land overwegend droog blijven met af en toe mogelijk een lichte bui op lokale schaal. Het weer kan ook wat mistig zijn in dit gebied. Naar het zuiden toe zullen de buien intenser toenemen, mogelijk vergezeld van onweer en windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen winderig wordt langs het kustgebied.